kleur in de stad. Er moet kleur in de stad. Ik zit hier met de op- en top Leidse band Fisher Price. Zij traden hier vanavond op in de café Response en ik heb een paar vragen voor ze. Allereerst, stel je even voor. Hey, ik ben Casper en ik zing in Fisher Price. Ik ben Maarten, ik zing ook in Fisher Price. Nee, ik speel gitaar. Ik ben Bastiaan, speel toetsen en piano in Fisher Price. Ik ben Max en ik ben bassist in Fisher Price. Ik ben Kel en ik ben drummer van Fisher Price. Fisher Price, waar komt die naam vandaan? We zijn dit bandje begonnen als een middelbare schoolbandje. En toen repeteerden we in Katwijk. Wat betekent 3 kwartier fietsen voordat je in de oefenruimte bent. Af en toe hoor je een beetje melig. Dus wij dachten, we gaan onze eerste demo opnemen op zo'n Fisher Price bandrecorder met microfoontje. Nou, zo is de naam geboren. Ja, wat is nou zeg maar het vetste dat jullie tot nu toe hebben meegemaakt? We hebben leuke optredens gehad, Bonaventura College, Burggravelaan. 450 man helemaal uit het dak, dat was erg leuk. Okay, ja, okay. Heel gaaf. En het raarste? Tongende meisjes op het podium, de gekke afterparties in een rare kleine kleedkamer met champagne. Dat was het wel over. En kunnen jullie nou een beetje omschrijven als een coverband of hoe willen jullie geprofileerd worden? Ja, als een rock coverband, maar we zijn bezig met eigen nummers ook. Maar nu is het rock covers, maar heel breed. Dus van heel oud tot vrij nieuw, alles tussenin, onverwachte dingen, dat is een beetje wat we proberen. Gaan jullie in 2010 ook nog groter dan dit? Ja, het is wel te hopen natuurlijk. Het punt is nu dat we gewoon heel veel kroegen van Leiden wel gedaan hebben waar je rock kan spelen, op dit volume ook, en zeg maar gewoon echt harde rock. Veel kroegjes willen meer blues en dat soort dingen. Dus we moeten nu wel gaan uitwijken buiten Leiden. Dus dat is een beetje, wordt nu voor ons een sport om daar ook optredens binnen te halen. Wat is jullie bandwijsheid? Hebben jullie een motto? Gewoon veel spelen, zoveel mogelijk. Dat is gewoon het motto, het doel. We hebben de laatste tijd wel, moeten we natuurlijk nog steeds meer in gaan zetten voor de band. Dus eigenlijk is de laatste tijd gewoon alles geven voor de band. Je moet alles doen, alles afzeggen. Band gaat voor, repetities, optredens, maakt niet uit. Als jij maar naar die band toe komt. Dat is ons motto. Dus jullie willen echt heel groot worden? Ja, nou ja. Kijk, Ahoy. Ahoy gaat hem worden natuurlijk. Binnen 4 jaar willen wij naar Ahoy komen. Kom vooral eens kijken en onze data wanneer we spelen staat op www.fishpricelive.nl. Kan je alles vinden. Daarnaast hebben we de Hives, Fishprice Hives. Ga daar ook even op kijken, is leuk. Welke site? www.fishpricelive.nl. En check onze demo, die is lijpvet geworden. Kleur in de stad. Er moet kleur in de stad.